Stap 1. Plaats de XF-ontvanger op de besturingsprint. Op de E124 besturing zitten twee knopjes, respectievelijk voor het openen van twee vleugels, de knop R1 of de knop R2 voor één vleugel. Stap 2. Zet nu spanning op de besturingsprint en om twee poortvleugels op de knop van de handzender in te programmeren, kiest u en drukt u knop 1 en 2 gelijktijdig in van de handzender. Handzender knippert. U kunt deze loslaten. U kiest bijvoorbeeld kanaal 1, drukt deze in en houdt deze ingedrukt. Kies vervolgens met de andere hand knop 1 om beide poortvleugels in te leren. De rode led brandt. Op het moment dat de rode led uitgaat, heeft hij me herkend. Loslaten, handzender loslaten. Als u dit proces herhaalt, maar dan knop 2 kiest in plaats van knop 1, kunt u één poortvleugel openen. Stap 3, ter controle kunt u tweemaal kortstondig achter elkaar op de knop van de handzender drukken. De rode led zal nu ter bevestiging rood oplichten en weer uitgaan. Ditzelfde geldt voor R2. Hij is aangekomen.